De buitenplaats geopend. Het was al een maand in gebruik, maar zaterdagochtend werd het verzamelgebouw De Buitenplaats in Zoeterwoude officieel geopend door burgemeester Liesbeth Bloemen. Veel mensen kwamen een kijkje nemen. In het gebouw komen meerdere organisaties en bedrijven te zitten. De school, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin, dus dat is het Jeugd- en Gezinsteam en het consultatiebureau en de bibliotheek. Heerlijk, geweldig. Alles is nieuw, alles, ja, dat werkt prettig. Nieuwe meubels en de gelijke deur naar buiten voor de kinderen is ook heerlijk. Prettig, ja. Doordat alles bij elkaar zit, profiteren ook de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De drempel is echt veel lager dan toen we in het andere gebouw zaten op de Jan van Banningstraat. We zijn nu echt dichtbij en de drempel is eigenlijk nu weg, dus dat is hartstikke mooi. Bij het nieuwe gebouw komen ook schooltuintjes voor de kinderen. Dat is een idee om de kinderen een soort moestuin te geven van groep 6. Die kunnen daar hun eigen groenten, kruiden, bloemen, fruit telen. En dat is eigenlijk om ze te laten zien van hoe planten groeien. En ook om de gezondheid eigenlijk wat te stimuleren. Dat het goed is om groenten ook te eten en fruit te eten. En het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe iets in de natuur opgroeit. En die schooltuinen komen dus hier.